Het zal geen verrassing zijn wie in de spotlights staat vandaag. De vorige wedstrijd een ontketende doelpuntenmachine. En zoals altijd zenden we ook deze wedstrijd live uit. Hier op EA TV. Welkom beste mensen in het blauwe deel van Liverpool. Het is prima weer voor een mooie potvoetbal hier in Goodison Park. De thuishaven natuurlijk van Everton. Ik ben Sjoerd de Vos en naast me zit collega Jeroen. We hebben een uitstekend overzicht over het veld. En het wachten is op de aftrap van deze competitiewedstrijd. Wat mij betreft kunnen we beginnen, scheidsrechter. Het heeft er alle schijn van dat we een leuke wedstrijd gaan krijgen, Sjoerd. De supporters van beide ploegen zijn al helemaal in de stemming. Daar ligt het niet aan. Nu het voetbal nog. Nummer 17. Ciro Immobile. And number 9. We kijken naar de 11 spelers waarmee Everton in de wedstrijd van start gaat. Deze ploeg maakt zich niet overal even populair met zijn defensieve speelstijl. Waar kunnen we vandaag op rekenen, denk je? Ja, meer van hetzelfde. Het is een ploeg die graag veel mensen achter de bal houdt. Dat levert veel kritiek op. Maar daar trekken ze zich helemaal niets van aan. Ze doen gewoon wat ze denken dat goed voor ze is. We kijken naar de basisopstelling van de bezoekers. Ze spelen in een 4-4-2 met een ruit. Dus centraal met een offensieve en een defensieve middenvelder. Thank you, Goodison Park. Enjoy the game. Dit is dus het stadion van Everton. Oftewel Goodison Park. De tribunes zijn weer goed gevuld vandaag, hè? Zeker. Het is hier gezellig druk, zoals altijd eigenlijk in de Engelse stadions. Lekker knus, die oude bakken. Al denk ik niet dat het record uit 1948 eraan gaat. Toen er ruim 78.000 mensen afkwamen op de derby tegen Liverpool. Maar ja, toen moesten ze er nog allemaal staan. Immobile. Komt er een doelpunt aan? Ja, goal! Het is het openingsdoelpunt van het duel. En zo lang zijn we nog niet bezig. In deze situatie komen overzicht en traptechniek magistraal samen. Kijk eens wat een prachtige paas. En vervolgens maakt hij het knap af. Knikt de bal met voldoende kracht langs de doelman. Die krijgt er geen vinger meer achter. De score is geopend. Het is 1-0. Goal for the visitors. Number 11, Moussa Dembélé. Hele mooie beweging. Het is, ja, het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Joe Allen. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Alle ruimte op de flank. Bal gaat richting medespelers in het centrum. Ah, net iets te vroeg gelopen daar. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. Immobile. Bal wordt ingeleverd. Blijft goed aan de bal. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Moussa Dembélé. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, bam! En dat is een mooi doelpunt. Dit is nog eens omschakelen. Het is goed te zien in de herhaling.
de aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Goal for the visitors. Number 10, André-Pierre Guignard. Het spel mag verder, al dus de arbiter. Voordeel voor Everton. Dat is een overtreding, maar er wordt geen kaart getrokken. De ontstaansgeschiedenis van Everton en Liverpool zijn sterk met elkaar verbonden. Everton speelde vanaf 1884. Wat een geweldige bal! Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, nou ja, ik mag wel zeggen fantastische paas, alles goed. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Nummer 10, André-Pierre Guignard. Mooi trucje zeg! Circus koekoek! Dit is smullen! En nog effectief ook. Joe Allen. En daar gaat Everton weer. Lange balbezit nu. En dan goed opletten of er ergens een gaatje valt. Al vroeg druk gezet. Ja, doelpunt! Hij zit erin! Kijk, dat werkt dan toch, hè? Dat vroeg druk zet op de tegenstander. Ja, inderdaad, zie je het. Je forceert daarmee een fout bij de tegenstander. En uiteindelijk is het de inleiding tot het doelpunt. Jongens, jongens, jongens. Wat een gekluns, zeg. Ja, je gaat toch niet op deze positie de bal kwijtraken? Je moet beter opletten. Bij de les blijven. Dit leidt uiteraard tot een tegengoal. We trappen weer af met een stand van 3 tegen 1. Nummer 17, Ciro Immobile. Balverlies. Nou, dit moet je maar durven. Nou, het publiek klaagde over die strafschop die niet werd gegeven. Het was een cruciaal moment. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommen lijkt het wel. De doelman en die redding. Mooi gedaan. Ja, dat doet hij geweldig. Hij laat die doorgebroken speler niet scoren. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Marco Heuger. Hij wordt daar onder druk gezet. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Ratatatata! Die is raak en we zien maar weer eens hoe het loopt. Om hoog druk op de tegenstander te zetten. Ja, want daarmee brachten ze de tegenstander dicht bij het eigen doel in de problemen. En dan zie je wat het oplevert. Maar de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt, vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk voor die speler die de bal kwijtraakt. Zoiets wordt meteen afgestraft. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1.
Joe Allen. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al nauwkeurig. Voordeel voor Everton, al dus de arbiter. Ze mogen die aanval afmaken. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? Hij zorgt dat die gevaarlijke steekpas niet aankomt. En wat balen ze op de tribune. Het zag eruit als een strafschop. En ze zijn het niet eens met die beslissing van de scheidsrechter. Ja, nu kan er een counter komen. Nu moet het vervolg komen. Zo, wat mooi, hè. Die doelman heeft geweldige reflexen. Ja, zo'n kans hoort er natuurlijk in te gaan, maar de doelman staat er ook niet voor niets. Bal komt voor in het 16 meter gebied. De verschillen op het veld zijn werkelijk gigantisch. Kijk ook maar eens naar deze statistieken. Ze hebben geen enkele moeite om door de verdediging heen te spelen. Niet voor niets staat er nu een riante voorsprong op het bord. Er langs en erover. En die bal gaat weer terug. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Een kans om te scoren. Wat is hij van plan? Zo, wat een boeien, zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg, hoor. Ciro Immobile. Het spel mag verder, al dus de arbiter. Voordeel voor Everton. Het loopt nu goed af. Makkelijk voor die doelman. Bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Mooie kopbal. Ja, dit zijn van die voorzetten waar je als speler van droomt. Hè. Je hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. Dan is het voor de doelpuntmaker een koud kunstje. Hij krijgt alle tijd en ruimte daar in het 16 meter gebied. En kan de bal dan nonchalant langs de doelman knikken. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Complimenten voor hoe deze speler vandaag paast. Voordeel voor Everton, al dus de arbiter. Ze mogen die aanval afmaken. Ciro Immobile. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker als het lukt. De bal gaat heen en weer. Ja, en het valt niet mee voor die aanvallers om ergens een gat in de verdediging te vinden. Vrije trap voor Everton. De scheidsrechter zegt dat dit de laatste waarschuwing is. De volgende keer trekt hij een kaart. Oppassen dus voor deze speler. Nou, zeg, van grote afstand geprobeerd. Maar hij kon die bal net niet helemaal de juiste richting meegeven. Nou, wel dapper hoor, om het van die afstand te proberen. Nou, de thuisploeg wordt hier overklast. En hoor eens, ik geloof dat de fans er helemaal stil van zijn. Ja. Die bal gaat er bijna in. Ja, misschien dat hij iets minder hard had moeten schieten. Hij speelt hem naar de flank. Michael Keane. De paas komt niet voorbij Chiellini. Hij neemt de bal over. André Pierre Gignac. Die doelman die duikt naar die bal die redt. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Hij raakt die bal vol, wat een knal zeg. Ja, en hij gaat maar net naast, hè. Anders was het de doelpunt geweest.
Chiellini. Hier is Giorgio Chiellini. Een grote kans hoor. Een enorme duik voor die doelman. Hoekschop in het centrum geplaatst. En de bal wordt weggewerkt. Het gevaar is geweken. En de doelman gaat op avontuur. Wat een gepruts van die doelman zeg. Net naast het doel. Dit begint op een aanval te lijken. Komt er een doelpunt aan? Bam! En dat is een mooi doelpunt. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Nog eens vanuit een andere hoek. Ze spelen hier ver onder hun niveau, de hele wedstrijd al. De coach die zit zich echt op te vreten. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Maya Yoshida. Lucas Kloosterman. Roberts. Het spel mag verder, aldus de arbiter. Voordeel voor Everton. Vrije trap voor Everton. Doe maar 100 van die ballen, denkt de doelman. Nemanja Radoja. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En vervolgens is het een kwestie van uithalen. En dat doet hij. Met een kiezelhard schot. De doelman kan daar nooit op tijd bij. Uitstekend afgerond. Een doelpuntrijke wedstrijd. Waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Moussa Dembélé. Hij maakt de actie en verovert de bal. Immobile. Roberts. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Balbezit kwijt. Ze kunnen snel uitbreken nu. Een behoorlijke afzwaaier. Geen enkel gevaar levert dit op. Dat zal de doelman ook niet erg vinden. We gaan rusten. En dat met een verrassende score. De teamgenoten van Moussa Dembélé zullen blij zijn met zijn offensieve bijdrage. Hij weet van geen ophouden. Hè? Hij blijft het doel van de tegenstander maar bestoken. De tweede helft begint. Er is weer afgetrapt. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Joe Allen.
Dit is Ciro Immobile. Vrije trap voor Everton. Die bal wordt geblokt door die speler. Moussa Dembele. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Voorgegeven in het midden. En hij maakt gewoon zijn derde. Oh, wat een geweldenaar is dit toch. Niet te stoppen deze speler. Niet te stoppen. Niemand weet hem vandaag uit te schakelen. Dit is nog eens omschakelen. Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En dan die magnifieke afronding. Zo beheerst, zo gecontroleerd. Met zoveel gevoel geschoten. Ja, zelfs de doelman kan hier alleen maar bewonderend toekijken. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Ciro Immobile. Michael Keane. Joe Allen. Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen. Oh, wat een kans. Toch de schietkans. Fraai. Scoren met een boogballetje. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En daarna dus dit. Die speler ziet de keeper voor zijn lijn staan. En dan weet hij eigenlijk meteen wat hij wil doen. Hij tilt de bal zo over de doelman heen het doel. Schitterend. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker als het lukt. Joe Allen. Voordeel voor Everton, aldus Duitbieter. Ze mogen die aanval afmaken. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Vrije trap voor Everton. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog. Dan mag hij niet over mopperen. De coach gaat wisselen. En veilig weggewerkt. Een kans op een counter. Slordig. En nu snel schakelen voor de counter. Alsnog een gevaarlijk moment. En met een sierlijk boogje in het doel. Hij ziet waar de keeper staat en krult hem zo over hem heen. Ja, heel knap hoor. Sier. Dat is echt niet zo simpel als het lijkt. En hier vanuit dit perspectief. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Het spel mag verder, aldus de arbiter. Voordeel voor Everton. Ciro Immobile.
Marco Heuger. Voordeel voor Everton, al dus de arbiter. Ze mogen die aanval afmaken. Doelman voorbij en scoren. Zegt die doelman, zetten de poort goed open voor de tegenstander. En die zit. Waar is de doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder problemen in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Dit doelpunt is als een klein lichtpuntje op deze gitzwarte dag voor de supporters. Alles beter dan roemloos ten ondergaan. Ja, dit team heeft de hoop op een goed resultaat natuurlijk al lang opgegeven. Ciro Immobile. Hij zette de tackle in. De tegenstander mag ingooien. Lucas Kloosterman. Het spel mag verder, al dus de arbiter. Voordeel voor Everton. Roberts. Een heerlijk steekballetje. De pas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Wat een gepruts van die doelman, zeg. En daar gaat Everton weer. En dan kan de bal naar de doelman voor een doeltrap. Er wordt een speler vervangen. Deze doelman droomde er zeker van vroeger spits te worden. Wat doet hij nu? Ik heb een blackout. Nee, hij heeft een blackout. Gewoon ingeleverd die bal. Ja, hij pakt hem. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Ja, nu kan er een counter komen. Voordeel voor Everton, al dus de arbiter. Ze mogen die aanval afmaken. Balbezit veroverd. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. De medespelers in het midden gegeven. Schitterende treffer. Ach, kijk eens. Er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Dit doelpunt is natuurlijk een ABC'tje. Zeker na zo'n heerlijke paas. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. De voorsprong is nog groter geworden en gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. André Pierre Guignac. Deze kan erin. Ratatatatatatata. Die gaat er uitstekend in. Oh, dat doelpunt gaat niet door. Precies, ziet, want de vlag is omhoog. Dit doelpunt wordt dus afgekeurd. Nou, nog een keer kijken. Ah, dit zijn lastige beslissingen voor de assistent scheidsrechter, hoor. Maar ik denk dat hij het goed gezien heeft. Goed breed gemaakt daar. Balbezit weer kwijt. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? En dat is een mooi doelpunt. Dit is wat je in jargon een gouden wissel noemt. Prachtig om te zien.
die grijns op zijn gezicht. Dit is een prima uitgespeeld doelpunt, Siert. Kijk, het begint met een geweldige paas. En moet je vervolgens die afronding zien. Die speler leest die voorzet perfect en knalt de bal langs de verbouwereerde doelman. Onhoudbaar. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Hij schermt de bal af. Ciro Immobile. Vrije trap voor Everton. Een stomme overtreding van die speler. Maar de boosdoener komt er zonder kaart vanaf. Hij mag zich gelukkig prijzen met zo'n geduldige scheidsrechter. Nee, dit is niks. Zonde hoor, van die vrije trap. De bal lag wel op een behoorlijke afstand, maar dat... Kijk maar eens hoe slecht hij de bal neemt. En nu wordt het oppassen. Hé, hupsa, weg met die bal. Iñak. Alle ruimte voor een dribbel. Bal onderweg naar de tweede paal. Ja, koekoek. De techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Ze hebben besloten nu het team aan te passen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Michael Keane. Dit is Ciro Immobile. Dan is het weer weg. De bal niet meer aan de voeten. Ze mogen een inworp nemen. Hij gooit de bal beroerd in. En de tegenstander zegt dankjewel. Wat een gekkenhuis. Deze doelman is nu wel heel ver van zijn domein. Voordeel voor Everton, aldus de arbiter. Ze mogen die aanval afmaken. Lichaam goed tussen de bal en de tegenstander. Vrije trap voor Everton. Nee, hij raakte men al verkeerd. Die ligt nu in de patatzaak naast het stadion. Totaal mislukte vrije trap. Ja, maar van die afstand is het natuurlijk ook heel moeilijk, hè, om hem tussen de palen te krijgen. Hij speelde geweldig. De trainer besluit echter om hem te wisselen bij deze voorsprong. Wellicht, ja, om hem wat extra rust te geven? Vraagteken. Mattia De Ciglio. Jairo Riedewald. De bal bij Ramsey. Alleen de doelman nog voor zich. Ja, geweldig! Doelpunt! Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak.
En heel kundig afgerond. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Nog 6 minuten reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Nadiem Amiri. Het spel mag verder, aldus de arbiter. Voordeel voor Everton. Dat moet toch lukken, deze bal? Ze willen het verschil verkleinen, maar die poging mislukt. Zo te zien vindt de keeper het een beetje saai in zijn eigen doelgebied. Keepertje, wat doe je nou? Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. En dit is een makkie. Overtuigende actie van die verdediger, maar het blijft gevaarlijk. Voordeel voor Everton, aldus de arbiter. Ze mogen die aanval afmaken. Zo, wat een mooie! Ondanks de achterstand blijven ze toch op jacht naar het doelpunt. En dat is goed om te zien. Verliezen is nooit leuk, maar het is niet verkeerd om het laatste woord te hebben. En dat is deze goal waarschijnlijk. Het slotakkoord. Ja, dat lijkt mij ook. Want de achterstand is veel te groot om nog weg te werken in blessuretijd. En we gaan weer aftrappen. Ik ben inmiddels de tel kwijtgeraakt. Nummer 17. Een klein straaltje zonneschijn voor ze in deze kansloze wedstrijd. Hun ploeg poetst de nul van het scorebord. Ja, een doekje voor het bloeden, zal ik maar zeggen. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Deze mag erin. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Wat een gevoel en wat een controle in deze paas. Werkelijk afgemeten. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Nummer 10, André-Pierre Gignan. Nog 1 minuut te gaan in dit duel. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Doelman voorbij en scoren. Voor open doel. Dit lijkt me geen slim plan van de doelman. Wil hij scoren of zo? Zet verder door. Ze mogen een hoekschop nemen. In het midden van de 16. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Daar fluit de scheidsrechter einde duel. De bezoekers pakken de zegen. Ja, deze wedstrijd hebben ze dan uiteindelijk toch heel makkelijk gewonnen. Kijk maar naar de score. Die is daar het bewijs van.